En ik heb de afgelopen tijd ook best wel leuke reacties gehad, want het boek is nu inmiddels 2 weken zeg maar uit. En vandaag wordt dan een beetje de officiële datum. En de afgelopen tijd best wel veel mensen hebben gezegd van, goh, wat leuk, ik wist helemaal niet dat jij die ambitie had om een boek te gaan maken. Dus dan zeg ik, ja, nou, nee, dat wist ik eigenlijk ook niet. Wij staan hier met de schrijfster van het boek Rio. Kun je iets over het boek vertellen? Ja, zeker. Dit boek gaat over mijn parkietje dat 2 jaar geleden leefde. Zij heeft mij een beetje door de coronaperiode heen geholpen. Doordat ze mij wat vrolijkheid gaf. Maar op een gegeven moment werd ze ziek. En toen moest ik heel erg voor haar zorgen. Heb ik een vriendje voor haar erbij gehaald. En op die manier bleef zij een beetje vreugde houden in het leven. Ondanks dat het niet zo goed met haar ging. Daar gaat het eigenlijk over vriendschap en doorzettingsvermogen. En wat vind je ervan dat er zoveel mensen op deze boekpresentatie zijn? Ja, super bijzonder. Ik ben daar echt heel dankbaar voor. Ik had eigenlijk helemaal niet eens verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Ik had van een paar mensen wel gehoord dat ze kwamen. Maar dan ben ik toch nog weer verrast door het aantal mensen. Ja, heel leuk. Ja. En kunnen we in de toekomst nog meerdere boeken van je verwachten? Misschien. Ik heb er nu nog weer een ander vogeltje bij. Dus daar kan misschien ook nog een heel leuk verhaal uit voortkomen. Maar ik ga nu eerst genieten van dit. 1, 2.